Vandaag zijn we in de Eifel aan het zoeken met commander Martijn. Hij zit lekker in wortels te prakkelen. Wat zal het zijn? Een dikke tjauwe. Fucking eindbaas. Een kleintje nog. Die kan zo in Spaans staan nog, denk ik. Gaaf, ouwe. Ik ken hem. Wow. Puff zegt, ja, in dit waterplasje ligt nog wat, denk ik. En wat lachen? Alu? Nou, raar met die gaatjes, ja. Wel mooie loef af en verf erop, hè? Ja, ik ook. Dat vieze, grijze kleur. Omdat jullie graag blote mannen zien op het kanaal. Recht naar onder ergens daar. Met gevaar voor eigen leven. Ik heb net uit de blubber een gasmasker over getrokken. Dit is een vroeg model, want hij is nog van heel mooi messing. En een stukje van de spreekmembraan. Zo. Deze hadden we al eens hier een ander keertje gevonden. Aluminium of niet? Hoe is dat? Hij is al licht. Hij is al licht. We hebben hier een signaal. En je weet het altijd, hè? De mooiste dingen zitten altijd tussen wortels of op kutplekken. Daar zit hij, hoor. Dit is eigenlijk rubber. In die helm zit dat meer van dat fluff. Ja, dat zo. Dat hebben we deze gedetect. Het is een clipje voor de Garand. Dus een intern magazijn. Hij sprong als die laatste kogel eruit was, sprong de hele clip eruit. Dan hoor je zo kling. Ja, super vet. En ik denk dat hij een soort houtpunten zijn geweest. Detect uit deze rare sleutel. Ik denk dat het de sleutel is om granaatkoppen erop en eraf te draaien. En toch vet ding. Je kon er zo om die granaatkop en dan zo'n woep. Of het is een hele rare blikopener. Of wordt het een flesopener. En niet verder naast vind ik een geklapt hulsje of zo. Een zuinhulsje denk ik. Van messingen groter. Of iets, 2 centimeter, rare. Ieder een hulsje. Het zou geen Watch Dutch filmpje zijn zonder sleutel. De sleutel naar mijn hart. Brian zal trots op me zijn. Ik heb ook een sleutel gevonden. Het houdt niet op. Ik heb nu alweer een sleuteltje gevonden. Ik denk gewoon dat iemand hier zijn sleutelbos is verloren. En nog eens kijken. Oh, kijk. Nog een sleuteltje. Kijk, er zit daar wat. Wat is dit dan? Nog een sleutel. Ah, die is een mooiere. Maar toch denk ik wel dat het allemaal oudjes zijn, maar... Nou, dit zijn alle sleuteltjes, denk ik. Hele kleintjes, denk ik, van handboeien of zo. Dat zal toch wel een soort politiesleutels zijn of zo. Ik kan maar, het is denk ik niet van een dagboek. Nou, we hebben toch een heleboel dingen al. Munitiesleutels, kaaiers, clipje, sleutelbos. Nou, toch heel gaaf. En jullie vragen altijd af meteen, oh, waar zijn Nick en Brian en Sean? Ja, die hadden weer geen zin. Die zijn op vakantie of zo. Dan denk je altijd, nou, waarom ga je nou op vakantie? Je moet prikken, je moet zoeken. Gaan ze op vakantie, gaan ze zwemmen. En ik heb ook een bier uit de fiets gestolen. Ik heb nu een mooi signaal in het gaatje. Het is best wel een diep gaatje voor hier. Maar die grond is hard als steen. En hier zit iets in de blubber. Ergens. Wat zal het zijn? Ik ga even kijken. En waarvoor heb ik dit hele gat gegraven? Voor een fucking spijker. Nou jongens, wij graven ook rommel op. Zo spijkers en bomscherven. Deze hadden we net ook al, of vanochtend al een beetje gevonden.
twee Franse F1 handgranaatjes zonder kop. Nou, ze lagen niet eens diep, ze lagen zo diep voor een boompje op zuid. Hij gaat het water in. Dat is best wel gestoord. Weet je hoe koud en diep het hier is? 6 meter. 6 meter diep. Maar ik ben 6,20 meter. Echt? We hebben alles mee. Prikstok, detectors, lange scap, kleine scap, rugtasje, ellende bende. En geen drinkelen meer. Meteen vindt hij wat, hè. Ik vind net in dit gat dat rare stukje aluminium. Het is heel goed aluminium, dat hoor je. Hoor maar. Ja, het zal het zijn. Ik weet het niet. Martijn had nog deze net gevist. Een hele rare seinkogel. Zwart of zo. En een stuk 98 tasje met een stempeltje van de. Oh. Wat staat er nou? 43. En wat hebben we nog voor clips? En een clipje Britsen. Kaaiers. Dat is wel mooi. Ik denk van een oude. Ik heb geen. Van een fiets. Van een snelbindertje. Martijn had vandaag zin in schaapjes. Malse schapenvlees. Zwaar maar toch? Je kijkt die daar, die is hartstikke wild trouwens. Kijk maar, kijk, opletten, opletten. Hij gaat het zo doen hoor. Kom op. Doe het nou, meh. Yes! Wat hebben we nu allemaal gevonden? Vraagt u dan. Sowieso. De dikke zuinhuls. De sleuteltjes van het bosje. Eentje is volgens mij van messing. Die ziet er best wel modern uit. Maar ja, die is toch oud. Toch een oud dingetje. Het gasmasker, mondmembraan. Maar het lijkt net een kooltje. Het rare geklapte hulsje. De kaaier. De kanonskaaier. Dat is niet super zwaar. Het rare dekseltje. De sleutel voor de granaatkoppen. Messing en gasmasker oog. De K98 tasje. Misschien zien we de stempel nou wat beter. Zie je, 43. Fabrieken. Nog wat. En het Gagant clipje. Dus nu zijn we aangekomen bij de cafetaria. We gaan nu een patatje eten. En een boekje lezen, want dat hebben we eigenlijk stiekem best wel verdiend, toch? En jullie raden het alweer, wie heeft het betaald? Martijn, want die hebt de mooie spullen gevonden. En waarmee sluiten we de dag af, Martijn? Vet is kracht, jongen. Zo is het. Vet is kracht. Nou, luxe. Wisten jullie dat er vroeger ook in ons kogels waren van steen, zonder grijn? Martijn had deze net gevonden, trouwens. En nu heb je hem hier al neergezet. Mooi, hè? Dag aan Martijntje. Doei, Martijntje. Doei, doei. Nou, jongens, vonden jullie dit leuk? Jullie weten het, hè? Abonneer voor meer. Bedankt. Uit.